Nou, het is woensdag en dat betekent natuurlijk gehaktdag. Oh nee, tuurlijk niet. Het is gewoon nog steeds zaterdag. Ja, we zijn nog steeds op het Malieveld, oftewel bij het bevrijdingsfestival. En ja, wat zag ik nou opeens? Kijk daar, kijk. Hoi. 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 Niet zo netjes uit, zou je middelvinger opsteken. Hè? Hè? Nee, sorry. Voor je worstlus. Sorry, meneer. Oké, doei. Nee, oké, oké. Ja, dus als je daar kijkt, daar op dat bord. Ja, dat bord daarboven, er staat broodje bal. Dus ja, ik heb een broodje bal gehaald. We gaan hem eens even testen. Nou, eigenlijk durf ik hem nog ineens te testen, want het zit in een grote jusbak. Vetbak eigenlijk, het is nog ineens jus. En ja, het ziet er niet uit. Zo vet als ik weet niet wat, mijn broodje, kijk vooral hier zo, hier. Helemaal verlept als de tering. Dus ja, mayonaise, nou als ik hem nog langer in de zon hou, dan gaat hij lopen zo dadelijk. Balletjes helemaal zo bleek als ik weet niet wat. Nou, we gaan hem eens even proeven. Brood is al helemaal uitgedroogd. Mayonaise is wel goed. Dat wel. Alleen het balletje die is heel erg vet. En ik ga proberen om een stukje ervan te nemen, maar ik denk dat ik maaglast vanavond ga krijgen. Ik heb een balletje geproefd, het is gewoon echt een gore bal is dit. Ik ga hem weggooien. Nou, dit was het. Cyber? Geen. Later.